eens even hier naar beneden gaan kijken. Ja, zie je, die staat daar zo. Recht boven mijn lichtbalk zo te zien. Hij is aan het spookrijden. Dit gaat helemaal fout. Die gaat ergens frontaal opknallen. Mensen, stoppen, stoppen, stoppen. Dit is levensgevaarlijk. Ik ga gewoon in het midden van een BTGV hier eraf praten. Hey, politie. Laat de wapen vallen. Hey. Piece of crap. Now I'm finally right here with you. Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5, LSPDVA en Moor. En vandaag ga ik op pad met de Touran, met Wim. En we gaan gewoon eens even kijken hoe het allemaal gaat. Want ik heb natuurlijk mijn nieuwe videokaart en nu 16 GB RAM erbij. Maar ik zie nog steeds dat mijn FPS redelijk laag is. En ja, aan de ene kant is het ook wel heel logisch, hè. Want LSPDVA is gewoon echt een zware mod. En dan heb je al die plugins en zo. En dat is ook gewoon zwaar. Dus daar moeten we natuurlijk ook wel even rekening mee houden. Tot het allemaal niet echt, ja, tot het allemaal gewoon heel zwaar is, om maar even zo te zeggen. Goed, in ieder geval, voertuig gecontroleerd. Ik zou zeggen, laten we gewoon lekker de straat op gaan. Nogmaals, houden rekenen mee dat er misschien toch wat lag te zien is. En ik ga gewoon eens kijken of ik wat meer plugins kan verwijderen. Niet toe kan voegen, maar verwijderen. Want het blijft gewoon een hele zware mod. Dat even duidelijk zijn. Ik ga eerst melden van iemand die brand wilt stichten op de snelweg. Deze Touran is maar snel. Prio 2 wel even met vrijstelling, dus we gaan hier gewoon de rood. Echt op de snelweg gewoon. Waarom zou je daar brand gaan zien? Oh, daar beneden misschien. Even kijken waar die nou precies staat. Of ik wel iets kan zien. Eerst even hier naar beneden gaan kijken. Ja, zie je, die staat daar zo. Recht boven mijn lichtbalk zo te zien. Die loopt daar. Dus het is sowieso niet handig om hier de snelweg op te gaan. Waar je dan, we moeten daar beneden uit zien te komen. Kom ik uiteindelijk ook wel, maar ah, dat weet ik. Denk ik, ja. We hebben de verdachte dus in zicht. Maak even gebruik van de vrijstelling en van de blauwe lichten. Zouden hier dus ergens lopen. Daarachter. Even snel naderen voordat hij überhaupt de snelweg oploopt. Goedendag, staan blijven. Hoi. Goedendag. Ik ben Wim, politie. Waar ga je heen? Ik ga naar mijn vriendshuis. Oké, mag ik weten wat je daar bent aan het doen? Of gaat doen? Hij moet brandstof krijgen voor zijn generator, geloof ik. Want daar is de stroom uitgevallen. Ik wil je best geloven. Maar sowieso ga je daar niet heen via de snelweg. Dus ik ga je vragen het gebied te verlaten en dan wel druk weer B, hè. Ik wil wijzen, maar dat is puur in de roleplay. Dat is niet via deze weg in ieder geval. Dus ik wil je verzoeken om gewoon via die weg terug te gaan lopen. Voldoe je daar niet aan, dan zul je worden aangehouden voor lopen op snelweg. Ik wil wel even je ID zien. Oké, hij staat verder niet in het systeem met brandstichting of iets eerder in ieder geval. Dus ja, ik kan nu vrij weinig doen dan hem gewoon zo weg te laten vervolgen. En hij gaat inderdaad gewoon die kant op lopen. Ja, we kijken ook even hoe hij het doet. Oh, daar gaat een auto. Nou, die kreeg een klapband. Die kan inderdaad moeilijk vanaf hier weer zeggen van, oh, wat gebeurde daar?
Ik ga hier midden op de weg stoppen, dus ik snap zijn keuze om door te rijden. Maar om nou te blijven door te rijden, dat is natuurlijk niet zo'n goede keus. Dus we gaan het even kijken meteen bij dat voertuig met die klapband. Of die de vluchtstrook opzoekt of verder rijdt. Zoekt hij de vluchtstrook op, helemaal toppie man. Rijdt hij verder, even een stoptekentje voor. Aan de andere kant krijgen we een melding van een collega die hier iets verderop staat en mijn assistentie vraagt. Dat is linksop. Dat is verhoord. Wat is dit voor een wagen? Waarom zie ik hem niet? 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 Oh, Mercedes, dat is jammer. Of jammer. Ik wist niet dat die... Oh, ik heb daar iets verkeerds bij in geïnstalleerd, zo te zien. Want ALS dat fout en zo. Wat heb ik daar dan verkeerd mee gedaan? Oh, dat gaat vanmiddag. Het is wel een snelle Mercedes. Nee, dit ligt aan mij. Dus achtervolging. Zullen wij leidend pakken Mercedes? Ook ben je een hele snelle Mercedes. Oh, dat geloof ik best. Maar wij hebben zeg maar een stopteken in blauw en wij vallen iets meer op dan jij. Want jij bent onzichtbaar. Ja, dat is super druk op de snelweg. Dan gaan we daar een achtervolging houden. Ik hoop dat het verkeer goed met mij meedoet. Of goed meedenkt. Oh shit. Wajo, nu besef ik mij gewoon dat ik morgen een toets heb. En ik zie iemand appen van, oh ja, stuur me even de antwoorden van... Ja, niet, oh sorry, niet de antwoorden van de toets. Voordat jullie denken dat wij hier zitten te cheaten. Maar stuur me even de vragen die mogelijk in toets komen. Denken jullie alsnog, je hebt dus de vragen die in toets komen. Nee, maar er zijn wel zo'n aanwijzing van leren van, hey, dit kan zomaar in de toets komen. Maar dat besef ik me nu opeens dat ik dus nog moet gaan beginnen met leren. Maar boeiend, we hebben LSB die vader heeft voorrang in. We halen het toch wel in. Ja, petje gegeven. Nee. Oh jongen, jongen, dan wil je... Dat heb ik altijd, dan wil je... Vriend, ga aan de kant, ook al ben je dood. Zo. Dan wil je niet te scherp sturen en dan wil je dus mooi smooth sturen. Maar dan vergeet je tot een GTA dat dan weinig effect heeft. We gaan nu stoppen. Oh shit, ja jongen, ik was al lang dood geweest in het echt. De Touran al lang tot los. Ik moet trouwens wel zeggen, en het kan ook gewoon zijn dat het tot toeval is. Maar ik zie heel veel foto's van nu al kapotte B-klasses. Gaan we spookrijden? We gaan spookrijden. Dit gaat fout. Hij is aan het spookrijden. Dit gaat helemaal fout. Die gaat ergens frontaal opknallen. Gaat maar net goed. En als hij hier uitkomt, ja, hij komt hier uit. Auto's wijken uit. En hij knalt ergens op. We gaan hem hier klem zetten. Oh, sorry. En BTGV. Want dit kan echt niet. Uitstappen! Mensen stoppen, stoppen, stoppen. Dit is levensgevaarlijk. Uitstappen nu. Handen omhoog. Zo. Levensgevaarlijk. Het verkeer reageert er goed op. Het is hartstikke druk. We willen hem hier zo snel mogelijk weg hebben. Waar we mee gaan beginnen. Ik wil nog even fouilleren. Ik wilde hem eigenlijk snel over die vangrail zetten, maar dat gaat niet. Ik kan hem niet oppakken en daar achter neerzetten. Anders is het natuurlijk zo van belang om zo snel mogelijk hem achter de vangrail te zetten, daar neer te leggen. En vervolgens het verkeer hier te gaan regelen. Oh, ze beginnen hier al keihard te rijden, joh. Dit is echt levensgevaarlijk. Oké, mooi. En wij gaan snel hier alles... Oh, zijn auto moeten we natuurlijk nog afslepen. Even de sirene gaan voor hier over te steken. Met die vrouw nou heen. Hebben jullie hem nou... Is het transportbusje nou weggereden? Ja, ik ga het niet meer nog een keer vragen. Ik ga hier
een takenwagen vragen en dan ben ik er vandoor. Oh, daar komen over eens 4 takenwagen. Wat is dit dan? Moet je daar achter kijken, joh? Wat een gekke. Wat een, yo. Dit gaat fout, ik ben echt weg. Oh, collega loopt hier. Kijk, alles verandert in takenwagen. Moet je kijken. Ja, nu hebben we game aan. Ja, nee, dat snap ik als je opeens gaat stoppen. Scooters kun je blijkbaar geen stopteken geven, dat wist ik niet. Of dat wist ik achteraf weer wel. Wat gebeurt er? Ja, waar ik het even over wil hebben. De eerste indruk is goed, wat mij betreft. Misschien gaat het nu net fout, maar nu zie ik mijn FPS opeens lager worden. Kan ook echt gewoon puur het gebied waar je rijdt zijn. Daar moeten we wel even van bewust zijn, hè? Want kijk, in de binnenstad span je veel meer in en vraag je veel meer van je game dan misschien in het buitengebied waar we net een beetje zaten, eigenlijk ook weer niet, maar goed, in ieder geval eerste indruk is goed, stabiele FPS. Dat wil zeggen dat ik eigenlijk wel niet opeens FPS drops heb en niet echt heel veel lag ervaar. Oh, daar staat iemand met een sniper, joh. Ik ga gewoon in het midden van een BTGV hier eraf praten. Hey, politie! Laat de wapen vallen! Hey! Laat de wapen vallen! Heeft geen zin dit dus. Laat de wapen vallen! Neerleggen! En liggen! Welke verdachte beweging wordt er geschoten, ook al heb ik geen zicht op je shit. 2000 years later. Groot incident, mag ik het wel noemen. Kijk eens, hier gaan we het vinden. Dus voor het geval dat het allemaal fout gaat, zet ik nog even groen aan tot mijn collega's me snel kunnen vinden. Bij de trap lijkt me logisch dat ik dan dus omhoog ben geklommen. Is hij nou verplaatst? Hij is verplaatst, hè? Ja. Hey, sta blijven! LSPD. Nogmaals! Don't make me shut. Hey! Stoppen! Je moet niet raar gaan doen nu. Er is een wapen op je gericht. Luister je niet ofzo? Hallo? Wat ga je nou allemaal doen? Hij rent naar het wapen toe. Staan blijf! Misschien is dit effectiever bij. Nu heb je 5 kogels in je en een taser. Op je bakjes. Kom op, man. Oké, deze wil gewoon niet luisteren. Police! Stop whatever the hell you're doing! Zo. Zitten. Liggen. Ook goed. Dat is altijd zo faal, hè. Je weet nooit of ze nou gaan zitten op hun knieën of gaan liggen. En dan zeg je zitten en dan gaan ze liggen. En zeg je op knieën en gaan ze... Of, ja, op knieën dan gaan ze liggen. En zeg je liggen en dan gaan ze zitten. Dus het is echt gewoon willekeurig, geloof ik. Zeg, ik ga even fouilleren. Ik ben nog meer dingen bij niet bij mag hebben. Hij heeft rode ogen. Kan misschien zijn dat hij drugs heeft gebruikt of zo. Of gewoon moet huilen omdat ik hem heb aangehouden. Oh, hij had een sniper bij zich. Waar heeft hij die dan? Hij helemaal inge... Oké. Okay. Hij is echt huurmoordenaar, geloof ik. Hij heeft helemaal de sniper ingeklapt en in zijn tas of zo gedaan. Ik vind ook leuk hoe hij een tas überhaupt om heeft. Dat is een nieuwe manier. Die moet ik ook eens gaan gebruiken als ik naar school ga. Wat gaan we doen? Transport je deze kant op. Oh, oh, dit is geen rij. Oh, oh. Wim, je bent het verleerd. Nou, even door naar een verdacht voertuig. Vrijstelling. Alles staat stil, dat kan niet goed zijn. Oh, shit. Ja, oké. Okay. Zie nou waarom je een rijtraining nodig hebt voor vrijstelling. Het is gewoon, het is niet makkelijk. En nogmaals, hè, vrijstelling heeft de politie continu eigenlijk. Dus als ik dit doe, kijk, ze gebruiken het gewoon niet zonder reden, denk ik. Lijkt mij. Als ik dit doe, mag ik door rood. Ik moet wel niemand ten last zijn. Hij komt blijven opeens deze kant op. Als hij naar deze kant ook echt opkomt, dan wacht hem hier gewoon op. Maar wat is er verdacht aan? Dat weten we natuurlijk niet. Dat hij op de stoep rijdt? Ja, dat kan.
Maar wat ik wilde zeggen, stel nou van links komen allemaal auto's en jij komt aan door rood, je rijdt door rood, dan moet je eerst links, links, links voor laten gaan, alles links voor laten gaan. Ik vertrouw die auto niet, hè, die gaat ontploffen. En dan, dan, als je dat hebt gedaan, dan, dan als dus alles is voorgelaten, dan mag je aansluiten, zodat je niemand te last bent, zodat niemand eigenlijk voor jou hoeft te remmen. En ja, allemaal in vrede. Ik controleer eerst kenteken voor de. Goedendag. Hallo. Hey. Ik wil even jouw rijbewijs zien. Ik ben echt doodsbang. Vertrouw het echt niet. Oké, okay, die is verlopen, dat is niet zo mooi. Oh, dit is een nieuwe vraag. Wat is dit nou? Hij zit gewoon Pokémon te vangen. Hij zegt, ik zeg van, meneer, wat is het probleem eigenlijk? Waarom sta je hier, beter gezegd? Ja, nee, shit, zegt hij, ik had bijna Pikachu gevangen. Het is allemaal jouw schuld met je stomme, stomme zwaarlichten. Het kan ook zijn dat hij niet Pokémon is aan het spelen en gewoon denkt dat hij in Pokémon zit. Dus meneer, je mag even uitstappen. Je mag sowieso niet rijden. Ik heb je niet zien rijden. Dus ik kan je daar niet voor pakken. Maar je mag in ieder geval niet verder rijden. Ik blijf wel even staan. En ik laat je even blazen. Ook al heb ik daar geen recht toe, want ik heb hem niet zien rijden. Hij mag alleen hier niet staan. Je hebt wel te veel gedronken. Dus wat we gaan doen. Oh, jij blijft even staan. Je hebt flink wat gebruikt. Heb jij dingen... Hey, blijf even staan, zeg ik. Ik ga je fouilleren op de wet... wet, hoe heet dat? Ja, verdovende middelen iets. Dus ik wil weten, heb je dingen bij niet bij mag hebben? Want ik ga je nu fouilleren. Als je drugs hebt, wil ik alle drugs uitgeleverd hebben aan mij. Want deze is positief voor cannabis en cocaïne, geloof ik. Je hebt een zakmes bij, oké. Goed. Wat ik ga doen voor jou, of wat jij gaat doen. Jij gaat verder lopen. Ja, ik kan hem niks maken, nogmaals. Ik heb hem niet zien rijden. Hij is wel dronken en hij heeft drugs op, maar hij veroorzaakt op dit moment geen overlast. Doet hij dat wel, krijgen we daar meldingen van. Wat ik ga doen, ik zet je auto hier op de parkeerplaats. En ja, dan mag hij wat mij betreft zijn weg vervolgen. Zeg je nou, nee, dat is echt onzin wat je net deed. Laat het maar weten. Wel met argumentatie. Is dat een woord? Ik ben echt met argumenten in ieder geval. En ja, wellicht dat we er dan samen uit kunnen komen of ik het alsnog goed heb gedaan, om maar zo te noemen. Net nog. Suspect is a tramp. Wat is dat? Nou, er staat iemand op straat. Is dat nou die man die we net... Nee, niet die man die we net hadden. Hé, hey, blijf even staan. Ja. Hij kan rennen, maar... Ja, oké. Okay. Weet je ook dit weer, hè? Laat hem maar rennen, want ik heb hem niks strafbaar zien doen. Dus ik kan hem niet zomaar... even zeggen van... we gaan de achtervolging in. Ja, nu... Kan ik een ambulance voor je gaan melden, zeker. Goed, blijf even staan. Wat ik even wil doen. Ik wil in ieder geval... LSPD! Even... Blijf staan. Ik wil even een ID van je zien. Kijk eens, daar iets uitkomt. Die heb je niet, blijkbaar. Luister, ik ga nog eens proberen. Heb ik een ID'tje van hem? Ja, dat is hem. Ik wil even weten of je dus iets op kerfstok hebt staan. Nee, dat is allemaal niet. Goed. Hey, luister, ik ga je vragen het gebied te verlaten. Mag omdraaien, ik ga je handboei even afdoen. Ik zou zeggen... Ga je weg vervolgen. Want ook hier weer. En misschien is voor jullie een reden van... Je bent helemaal fout. En zouden jullie het nooit zo aanpakken. Maar ik heb hem op dit moment niks strafbaar zien doen. Zie ik hem nou echt een auto stelen. Ik zie hem net gewoon een serieuze auto stelen. Man, je steelt gewoon een auto. Een
voor mijn neus steelt hij gewoon een auto. Hoe dom kun je zijn? Als die naam op, als die auto op zijn naam staat, dan moet ik die man aanhouden. Ja, what the fuck? Huh? Dat is zijn naam toch? Hij is niet geregistreerd. Maar die man, die wil ik dan ook even spreken. Want die kwam aanrijden met zijn auto, die hem aanreed. Dus ik wil even weten, wat heb jij hier... Oh, dat is een kentekencheck. Wie ben jij? Jij bent minderjarig. Nee, waar joh. 3-11-2000. Nee, dat is 2019 trouwens. Dus hij is sowieso 18. Goed. Wat ik dus wel ga doen met jou. Nu ga ik je wel even blazen, want ik vond je net een beetje raar. En hij had rode ogen en een naaldsporen in zijn arm. Dus hetzelfde geld heeft hij gezopen of gedronken. Dat is hetzelfde. Gezopen of drugs gebruikt. En dan rij je dus onder invloed van cannabis. Dat is strafbaar. Jij mag uitstappen. Jouw auto gaat sowieso mee. Die staat niet geregistreerd. Vervolgens jij blijft staan. En jij krijgt... ik kan hem geen bekeuring geven via dit systeem. Hè? Ik heb je naam. Je krijgt de bekeuring thuisgestuurd voor het rijden onder invloed. En voor het niet voor de registratie van je voertuig die je dus niet hebt. Oké, okay. In ieder geval. Ik ga jullie allemaal bedanken voor het kijken. Ik heb al gezegd van de video's zijn wat korter. Dat blijft zo. Waarom? Nou, omdat ik dan gewoon... Ik heb denk ik een heel leuke video voor jullie gemaakt vandaag. Maar dan kan ik tenminste wat vaker en wat meer opnemen. Ja, nu weten jullie, ik moet leren. Nogmaals, conclusie. Ik ben heel tevreden over hoe het op dit moment is gegaan met de lag, met de graphics, met alles. Zijn jullie dat niet, hoor ik dat graag van jullie. Zijn jullie dat ook, hoor ik dat super graag van jullie. Want dat geeft mij natuurlijk ook wel super veel motivatie om gewoon lekker door te gaan. Dus ik zeg het tot over een paar dagen. Doei!